Maar Nick is bang dat hij flauw valt. Leeft hij nou nog? Oh, wel echt een beetje bioscoop-vibe, hè? Goedemorgen allemaal. Vandaag is het Valentijnsdag. We gaan daar niet echt iets voor doen. We doen het soms wel. Gewoon als we daar zin in hebben, maar we hechten er niet heel veel waarde aan. En ik had natuurlijk al een poster voor Nick laten ophangen. Waar een gedichtje op stond en hem daarmee verrast. Ik zal die video hieronder even linken als jullie die nog niet gezien hebben. Maar we hadden besloten, eigenlijk meer omdat het zondag is, dat we wel even een gezellig ontbijtje gaan doen met overbroodjes en zo. En dat we ook straks even lekker in bad gaan. Ik had laatst allemaal Valentijnsproducten opgestuurd gekregen van Lush. Dus ik dacht, dit is wel echt de tijd om ze te gebruiken. Echt 2 seconden geleden nog. En we doen echt niks aan Valentijn. Maar goed, ja, gewoon gezellig. En verder hebben we eigenlijk vandaag gepland om het huis een beetje op orde te krijgen. Want het is best wel een rotzooi en we moeten eigenlijk ook schoonmaken. Misschien gaan we een was doen. Gisteren hebben we helemaal niks uitgevoerd, want het was de dag na mijn verjaardag. En ik was gisteren echt zo brak de hele dag. Ik heb echt niks gedaan, alleen maar pizza gegeten. En het was echt heerlijk eigenlijk om even zo'n dagje helemaal niks te doen. Maar vandaag, ja, gaan we dus echt wel weer even wat dingen doen, ook voor de nieuwe week begint. Vanavond ga ik trouwens naar mijn ouders, daar gaan we ook iets heel leuks doen, maar dat vertel ik later nog wel. Ik geniet trouwens zo van deze zonnige dagen, want elke dag 's ochtends zie je zo heel mooi in de woonkamer het glas en lood zo weer spiegelt op de muur. En het leuke is dus dat hier de zon opkomt. En dan best wel snel vanaf de middag is hij zeg maar daar. Maar dat is natuurlijk ideaal omdat ons dakterras ook aan die kant zit. Dus ik popel echt om die loungebank en zo. Ik hoop volgende maand weer lekker te kunnen neerzetten. En hey lievertje! Hallo kleine meid! Hey! Laatste stukje van mijn verjaardagstaart, Diederik Gommers en Curbelicious en Hans Klok. We hebben ontbeten en toen hebben we een picknickbestelling geplaatst. Dat duurde best wel lang, want we gingen voor de hele week bedenken wat we allemaal gingen eten. Nu zijn we moe. Nu zijn we heel erg moe allebei. Het is echt 11:15 en we hebben nog meer taken bedacht die we moeten doen. We moeten eigenlijk Sjaki's bak verschonen. We moeten ook een paar dingen op de laptop uitzoeken. Oh, het bed verschonen. Dus nu hebben we besloten dat we al die klusjes wel gaan doen. Maar dat we schoonmaken woensdag gaan doen. Zeg maar echt het hele huis. Ja, we hebben denk ik gewoon 2 dagen lange kater. Wat een loser zijn wij. Ja. Maar zullen we straks nog even wandelen buiten? Ja, is goed. Ik wil ook zo graag Valentijnsbadje, maar Nick is bang dat hij flauw valt. Ik denk echt dat ik daarin zit. Ik had het laatste ook onder de douche, bijna flauw. Ja, inderdaad. Dat was heerlijk. Het gaat echt niet helemaal lekker met ons allebei. Even een douche. Maar het is wel echt, even zonder grappen, ook om ons heen. Gewoon, mensen takelen echt af. Ik bedoel meer qua corona. Ja. Het gaat gewoon echt niet zo goed meer met iedereen. We zitten nu een beetje lollig te doen, maar... Merkte ook toen ik voor jou verjaardagsverrassing ging plannen. Zeg maar, ik ben niks gewend. Ik vond alles echt mega spannend. Het leverde zoveel stress op, terwijl het echt niks voorstelde. Ja. Het is gewoon echt je patronen gewoon helemaal. Ja, moeten we weer opbouwen op een gegeven moment. We gingen gisteren ook Budapest vlogs terugkijken. Oh, daar moest je net aan denken. Het was gewoon zo bizar. Dan liep Bonnie ergens en zei ze, hey, een DM. Dan liep ze gewoon een DM in. Zeg maar niet, oh, mondkapje of oh, het is dicht. Of, zeg maar, je kon gewoon een winkel in. En dan ging ze door de schuifdeur en stonden daar 5 mensen in de deuropening. Ik dacht van, oh my god, pas op Bon. En hij liep gewoon door alsof er niks aan de hand was. Ja. En we gingen dan met klasgenoten van Nick uit. En dan bestelde ik een cocktail en dan ging iedereen uit hetzelfde glas gewoon een slokje proeven. Dat kon gewoon. Bonnie keek gisteren. Nee! Ja, echt. Oh. Absurd. Ik hoop dat we gewoon veel sneller weer gewend zijn aan hoe het ooit was. Ja.
Het zal wel. Ook dit soort gesprekken leiden ook nooit ergens toe of zo. Behalve dat je gewoon baalt en niet kan wachten tot het weer normaal is. Ik kijk heel erg uit naar onze housewarming. Ik hoop dus dat dat in de zomer kan. Maar ik ben bang dat het daarna pas weer kan. En dan wil ik een dakterras festival organiseren. Een soort poolparty. Oh ja. Dan gaan mensen echt los. Echt leuke fantasie. Ja, leuke fantasie. Zou je echt zo zien dat in november of zo kan het weer? Ik denk dat dat wel realistisch is. Maar ik veel realistischer dan de zomer. Ik wil gewoon heel graag dat ik in de zomer weer kan feesten. Bijvoorbeeld Marciano, die heeft dan een nieuw dekentje. En nu hebben we het al maanden over dat als het weer kan, dat we dan samen onder dat dekentje gaan knuffelen. Jongen. Dat is ook zo zielig. Maar goed. Ook in mijn PhD. Ik heb nu langer zit ik met corona in mijn PhD dan zonder corona. Nee, toch? Ja. Ik begon in september en in maart begon corona. Het is nu alweer bijna weer maart. Oh. Maar ook iedereen die ik ken bijvoorbeeld, die moet ook veel vaker huilen dan normaal. Ik vind het echt heel erg of zo. Hoe erg. Natuurlijk is het voor de een erger dan voor de ander, maar ik heb het idee dat iedereen er echt onder lijdt. Ja. Maar stel, dit was je leven. Had ik best een leuk leven. Ik ook. Maar het is gewoon, je weet wat er is. Ja. Gewoon, stel, je zou nu naar Antwerpen kunnen gaan. Ja. Zonder restricties. Zeg maar, dat lijkt me echt het einde. Net alsof ik naar New Delhi ga of zo. Ja, ik zou zelfs bijvoorbeeld carnaval willen vieren. Ja, dan weet je dat erg is. Weet je waar ik echt zou willen zitten? Ik zou bijvoorbeeld naar de toppers willen gaan. Of wij zo de vrienden van Amstel Live. Of Sensation White. Ja, daar zou ik zo heen gaan. In de witte broek en zo. Ja, fantastisch toch? Of Defcon of zo. Zo'n hardstylefeest. Of bijvoorbeeld echt gewoon een verschrikkelijke vechtfilm in de bioscoop. Ik zou zo gaan. Ja. Of gewoon naar een bokswedstrijd. Of naar Ajax. Of naar de opera. Ja, dat lijkt me echt leuk. De Ajax. Dat is echt, hè? Maar weet je waar ik echt het liefst nu in zou zitten? De Vogelrok. Ja, die ook. Oh, ik heb zo'n zin om naar de Efteling te gaan, jongens. Of de dierentuin alleen al. Oh. Maar nee, in de zweefmolen van de parade. Ik denk de eerste volgende keer dat ik in de zweefmolen zit en de zon schijnt zo, ga ik huilen. Dan heb ik echt het gevoel dat ik leef. Ik had ook toen wij gisteren... Film je wel? Oh ja. Stuk, toen wij gisteren die Budapest vlogs keken, toen dacht ik, oh, als ik daar nu zou staan, zou ik huilen. Ja, had ik ook. En Nick zei ook van, oh, ik zou €500 betalen als ik nu één rondje in dat reuzenrad mocht. Terwijl toen wilde hij niet eens in dat reuzenrad. Toen kwam ik daaruit, vroeg jij, oh, vond je het leuk? Zeg ik, ja. En ik zat hier, keek echt naar mezelf, oh, je moest eens weten. Dus dat is het laatste rondje dat ik in de reuzenrad heb gedaan. Voor corona. Als we elkaar niet hadden. Oh, dan zou ik het echt niet meer weten. Nee. Maar we hebben wel echt fijn gezelschap aan elkaar. Of tot op zee, soms. Eén van ons wel, ja. De ander heeft het wel zwaar met de ander. Yeah. Over wie gaat het? Best wel veel gedaan en we gaan nu wandelen. En ik mag niet mijn gele jas aan. Ik doe mijn gele jas aan. Ik wil niet zelfs twee gele personen over straat lopen. Nee, ik ook al van die spijkerbroeken aan en zo. Ja, toch niet uit. Ook al mijn oorwarmers op. Ik dacht even. Ja, hoop zo. Heb jij oorwarm? Nou, we hebben echt veel gedaan. Ja. Ik ga straks nog even één plantje in een hangpot doen. Misschien dat Nick het ook nog wel even wil ophangen. Weet je hoor. Stik naar zweet, of komt dat door de was of zo? Ik ruik ook zweet. Ik heb het idee dat er iets vies is hier. Is het niet die theedoek?
Ja, godverdomme, die thee doet meurt echt als een... Als een? Ja, hoe zeg ik dat? Iets in de wind. Ja, maar hangt ook over de verwarming, dus dan... Ja, maar hij hangt daar om in de was te gaan. Zou ik hem gewoon bij de 60 was erbij doen? In plaats... ja, lekker. In plaats van 40? Ja, eigenlijk moet hij wel 100 graden. Dan moet gewoon koken. Oh, mijn ouders hebben het al klaarstaan. Wat? De setup voor vanavond. Oh, HP. Ja. Oh, dan ben je echt lang weg trouwens. Ja, maar ook niet heel lang, want ik moet om 9 uur weer thuis zijn. Oh, rip. Maar dan gaan we in het Valentijnsbad. Ja. Yeah. Toch? Wat? Ik heb expres alleen even kort gedoucht, zodat ik vanavond uitgebreid in bad kan. Nou, ik ga even overstappen op mijn iPhone, als we buiten zijn. Want ik denk steeds van, oh, dan wordt de kwaliteit zo slecht. Maar het valt eigenlijk best mee. En het is zo makkelijk, omdat je hem zo makkelijk meeneemt. Dus, komt-ie. God, jongens, dit is zo zielig. Leeft hij nou nog? Ja, hij is opgegaan. Oh, het trilt ook helemaal. Ik heb het idee dat hij dood is. Ja, zijn nekje viel net, hè? Ja. Oh, we waren net aan het wandelen. Oh. Volgens mij is hij dood. Oh, nee, joh. Oh, wat zielig. Oh, hij knalt ook uit zijn mond. Nee, hij zegt dood, hè? Ja. Dan zal ik wel bellen. Ah, tenminste, ik weet niet wat we er dan mee moeten doen. Nee, ze komen wel ophalen dan eens nog. Ja? Nou, ik zal het nu even vertellen. We waren dus aan het wandelen en toen was er dus een hond als een malle achter een vogel aan het aanrennen. Deze, een meerkoet. Maar echt dat je dacht van waarom kan die man die hond niet terugroepen? En die hond ging er zo hard achteraan. Ik werd er helemaal naar van. En in één keer gingen allemaal mensen schreeuwen en iedereen gilde het uit. Want toen had hij gewoon die meerkoet te pakken. En toen duurde het echt, ik denk nog wel 1,5 minuut. Nou, misschien korter, maar op het moment leek het heel lang te duren voordat die man die hond eindelijk te pakken had. Want die hond ging heel de tijd wegrennen met die vogel in zijn bek. Zo zielig. En toen liet hij uiteindelijk die vogel vallen en toen leefde hij nog. Toen hebben we de dierenambulance gebeld. En die zeiden van, kunnen jullie hem mee naar huis nemen? En dan komen we hem straks ophalen. Ja, maar dit is dus waarom je honden moet aanleiden. Nou, wat zielig. Die andere man was echt heel boos geworden op die ja. Dat snap ik ook wel. Maar het was echt belachelijk. Hij had zijn hond totaal niet onder controle. Ik dacht echt, voor hetzelfde was dit een baby. Ja, het lastige was dus dat hij rende achter die hond aan. Van laat los, laat los. Maar dat snapte de hond niet. Want toen die man ging stilstaan en die hond naar hem toe riep, toen kwam die hond wel. Ik had net gebeld over een meerkoet die was aangevallen door een hond. En die hebben wij toen mee naar huis genomen. Alleen hij is net overleden. Ja hoor. Moet dat dan gewoon bij het restafval? Ja, dat kan. Ja hoor, of in de ondergrondse container inderdaad. Ja, precies. Ja, dat bedoelde ik inderdaad. Ja, nee, dan dat kunnen we wel doen inderdaad. Maar dan weten jullie in ieder geval dat jullie niet meer hoeven te komen. Is helemaal goed. Hey, dankjewel Nico voor de goede zorgen. Oké, dank u wel. Ben ik bij mijn ouders. Het is al 6:10, maar het is nog super licht buiten. Heerlijk. En ik heb volgens mij nog niet echt verteld wat we gaan doen. Ja, we gaan naar de film kijken. Welke? Til en ik hebben een Harry Potter week gehad. Ja. Jij wilde het ene laatste deel meezien. Ja, dat is een van mijn favorieten. Tenminste? 7 deel 1. En 3, die zijn mijn favorieten. Die is ook leuk. Maar jullie hebben het wel ooit gezien, maar wel echt lang geleden. Echt heel lang geleden. Gewoon die eerste twee hebben we geloof ik maar een paar keer gezien, maar de rest niet.
En wat nee, vond je er helemaal gaar van, hoor. Ja? Jeetje, het wordt een beetje te veel. Maar goed. Ja, ik had een week geleden al aangevraagd of ik 7 deel 1 mocht mee aanschuiven. Dus dit is de coronaproef indeling. Ja, jij zit daar in het hoekje. En het is trouwens mijn beamertje wat ze geleend hebben. Ze hadden het eigenlijk 2 weken geleden al geleend voor het filmfestival. Ja, we hebben eerst allemaal films van het filmfestival gekeken. Maar echt met zo bioscoopachtig, zoals dit. En afgelopen zaterdag hebben we naar een vrijdag, dat weet ik niet meer, hadden we een toneelvoorstelling. Echt? Ja, dat was wel een beetje raar. Dat heet Gluren bij de buren. Ja. En dan zag je gewoon alsof je van buiten bij iemand naar binnen kijkt. Zoals in jouw liedertje, zeg maar. Het was wel grappig. En ook wel leuk, weet je, want de mensen die hadden een relatie. En dan kwam iemand binnen en die hun betrapte, weet je. Dus er gebeurde best wel het een en ander. Maar die mensen die speelden met zo'n passie en zo'n overgave. Dat je denkt van, maar dat kan je toch niet elke avond doen? Was het live? Een voorstelling, ja. Was het live? Maar het was meerdere avonden achter elkaar. Precies hetzelfde toneelstuk eigenlijk, een soort toneel. Oh, wat en omdat grappig. Je het dan op het scherm ziet, denk je, ja, je kan het ook net zo goed 1 keer opnemen dan elke avond uitzenden. Wat grappig. Maar ik denk dat het leuk is, hoor, dat het live was. Want anders voelt het toch inderdaad alsof je gewoon naar een opname zit te kijken. Ja. Cool. Our world has perhaps faced no greater threat than it does today. Veel plezier. Ja, ja. Oh, wel echt een beetje bioscoop vibe, hè? Voor de Harry Potter fans onder ons. Dit is dus een van mijn favoriete Harry Potter scènes ever. Dit vind ik zo leuk en spannend. En mijn andere favoriet is dus in Harry Potter 3 als ze gaan tijdreizen. Als je ook Harry fan bent, laat even jouw favoriete scène of scènes achter. Ik ben heel benieuwd. Ik zit de vlog te editen en ik zie dat er geen einde is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om hem te zien. En ik wil je vragen om een duimpje omhoog te doen als dat zo was. En dan zie ik jullie vrijdag weer bij een nieuwe vlog. Tot vrijdag. Valentijns outfit aan. Leuk ook met die sokken. En hier heb ik dus allemaal kaartjes neergelegd. En dan kunnen mensen dus als ze binnenkomen voor iemand een kaartje schrijven. We zitten hier even op onze hurken met allemaal rozen. Want alle complimenten zijn inmiddels ingevuld. Nu zitten Cher, Les en ik even heel snel...